Die avondklok die wij tot vorige week hadden, doet denken aan de oorlog. Maar de mensen leefden toen in een dictatuur. Je wordt nu niet opgehaald uit je huis of beschoten. Maar dat wil niet zeggen dat die beperking of ontneming van vrijheid, waar we vandaag precies een week vanaf zijn, niets met ons heeft gedaan. In de oorlogsjaren was de Sperrzeit voor de bezetter een middel om de Nederlanders onder de duim te houden. Wij hadden de afgelopen maanden een avondklok om een onzichtbare vijand te verslaan. Zeker niet om ons onder de duim te houden. Met deze woorden benadrukte burgemeester Wouter Kolff tijdens de dodenherdenking op het Sumatraplein nog eens het onterechte verband dat door sommigen gelegd wordt tussen de Tweede Wereldoorlog en de huidige coronaperiode. De herdenking vond ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen weer plaats zonder publiek. En net als vorig jaar werd door leden van verschillende Dordtse muziekverenigingen de tap toe op allerlei plaatsen in de stad geblazen.